denk dat hij op het verhaal dat jullie drugsdealers waren. Ja, dat was zo mooi. Volgens mij vertelde jij dat aan ons. Ja, man. Mensen dachten dat jullie drugs waren. Weet je wat het is? Kijk, in de stad. Dat is weer dat verhaal met als het goed gaat, moeten mensen wat hebben. Ja. Luister, als het goed gaat met blanke guys, dan is het ze hebben rijke ouders. Als het goed gaat met blanke guys met tattoos, dan zitten ze in de drugs. Snap je? Dus wij hadden geen rijke ouders, of wat dan, die roddel kregen we niet. Omdat, ja, we hadden een ander uiterlijk. Dus dan zal het wel drugsdealer zijn. Het mag niet gewoon zijn dat we al 7 jaar keihard aan het strokkelen zijn. Noedelsoep eten, tosti's eten. Ja. Dat zien mensen niet. Dat willen ze niet weten. 2 banen keihard strokkelen. Weet je, gewoon vechten met elkaar elke dag. Dat zien mensen niet. Mensen denken, ja, die hoodies witwassen. Ja, dat zie ik gelijk. Ja, zie ik gelijk kilo's cocaïne gaan er over de vloer. Die zijn aan het witwassen. Dus dat is wel dan een mooi verhaal, man. Ja, ik geloof dit best lang. Ja? Ja, als het zo is, dan moet je het gewoon eerlijk zeggen ook, toch? Want dat is inderdaad een goed verhaal. Ja, een goed verhaal. Ja. Nou jongens, dat is zo. Ja, maar wat, zeg maar, waarom is dat zeg maar bij een daily paper niet? Waarom? Nee, ik denk dat daar ook wel iets is. Ik weet niet welk verhaal, ik denk dat... Ah, er zijn altijd wel verhalen. Maar misschien omdat zij meer op de voorgrond zijn. Want iedereen weet wel hoe Jeff Papagana eruit ziet. Iedereen weet wel hoe Jeffson eruit ziet. Ja, ja, okay. Ze weten wel van, s'avonds. Ze zijn jullie wat mysterieuzer en de tattoos en de look een beetje. En misschien het volk dat jullie hoodies ging dragen. Ja, dat kies je ook niet. Maar ja, weet je wat het is? Ja, nee, dat kies je ook niet. Ja, je hebt wat dat betreft dezelfde doelgroep, weet je. Ja. Bijna in Nederland, iedereen die, zeg maar, rond de 100 euro voor een hoodie wil uitgeven en daar moet iets op staan. Mm. Zeg maar, dan kies je wat. Ja. Ja, en het is ook natuurlijk een klein beetje distributie, maar ja, dat zijn van die rare dingen. Ja. Waarvoor zou ik in vredesnaam in de mode gaan en zeg maar interviews doen als ik keihard coke aan het slengen was? Klinkt als iets wat een kookslinger zou zeggen. Je hebt ze ertussen, Dan ben je toch een... Ja, althans, ik weet niet, maar dat is voor mij een beetje, want ja, niet zo heel slim. Ja, als je ziet wat ze met coke dealers doen vandaag de dag, hè? Hoofden eraf. Weet je, ze schieten een advocaat dood. Gewoon om een voorbeeld te geven. Nee, dat zou ik nooit, zou ik mijn familie nooit aan, zou ik mijn moeder nooit aan, en mijn opa niet, niemand niet. Dat is gewoon, dat kan we je... Geloof je, man. Geen stress. Geen stress. Nou.